Goedemorgen allemaal. Welkom op het webinar rond de verzamelaanvraag 2022. Ik verwelkom graag onze landbouwers en consulenten die aanwezig zijn en die graag iets meer vernemen over de verzamelaanvraag van dit jaar. Ik ben Kaat Kubber. Ik neem het volledige webinar voor mijn rekening vandaag en ik ben werkzaam bij dienst aangiftes, waar we de verzamelaanvraag voor de komende campagne helemaal klaargestoomd hebben en ook helemaal laten uitrollen. Kan je aan mijn slide gaan? Sorry, enkele afspraken. Tijdens het webinar staat iedereen op mute, zodanig dat ik alleen aan het woord kan. Maar als u vragen heeft, kan u die in de vragen en antwoorden stellen. Dus u hebt dat icoontje met het vraagtekentje en het antwoord tekstballonnetje. U kan uw vraag onderaan invullen en uw vraag daar stellen. U kan dat anoniem doen. En door op het pijltje te klikken, presenteert u de vraag bij ons. Wij zullen normaal vandaag de vragen niet presenteren, dus de moderator zal de vragen niet voor iedereen zichtbaar maken, omdat we dus na de pauze overgaan tot een vragenmoment, en waarbij we bij jullie vragen zullen gaan beantwoorden. Mocht er toch een onderbreking zijn, dan zal er een boodschap verschijnen op uw scherm, deze live gebeurtenis beëindigt. Dan is het gewoon de bedoeling dat u afsluit, dat u terug naar de mail gaat waarin u de link had en dat u opnieuw op de link klikt en dan zal het webinar daar opnieuw worden hernomen. Het webinar wordt ook opgenomen, zal ter beschikking gesteld worden op YouTube van, op onze website. En ook de vragen die gesteld worden met de antwoorden zullen wij gaan publiceren in de loop van maart. Een programma, een heel gevuld programma. Ik ga mij proberen aan mijn eigen afspraken toe te houden en aan het programma te houden. Voor eerst wil ik starten met de nieuwigheden in de verzamelaanvraag. Maar het grote brok gaat dan toch eigenlijk naar wat uitleg over de pre-eco-regelingen. Om 10:55 is het de bedoeling dat we een pauze nemen, dat we hier de vragen even bekijken en dat we dan eigenlijk opnieuw afspreken om 11:30 om dan de vragen te gaan beantwoorden. De verzamelaanvraag, waarover wil ik jullie daar meer vertellen? Ik zal iets algemeen vertellen over de verzamelaanvraag, de start ervan. Iets over identificatie van landbouwers, de gewijzigde perceelsaangifte die van start gaat. Heel kort iets over het nieuwe GLB die volgend jaar normaal begint. Onze LV AgriLens app en ook natuurlijk iets over ons e-loket zelf. Ons e-loket is vorige week al officieel geopend. U hebt misschien al eens een kijkje genomen. En misschien hebt u ook al de verzamelaanvraag in de bus gekregen, want die zijn deze maandag op de bus gegaan. En ik heb toch al van een aantal mensen gehoord dat die goed is aangekomen. Mocht u dit jaar een bedrijfsoverdracht voorzien, probeer dat dan ook voor 19 april te doen. Volmachten vragen we ook om dat tijdig te realiseren. Maar als u al gekend bent bij het departement landbouw en visserij, dan kan dat ook vaak meteen, wordt dat ook meteen actief als u dat via online aanvraag gaat regelen. Dan de overdracht van betalingsrechten. Daar is het zo dat die uiterlijk op 30 april moeten overgedragen zijn. En de indieningsdatum is ook opnieuw 30 april. Voor de subsidie pre-eco-regelingen kan je de steun aanvragen tot en met de uiterste wijzigingsdatum van 31 mei. Onze toelichting staat al even online. Die toelichting zal daar blijven staan in de huidige vorm, dus wij gaan daar geen aanpassingen aan doen, maar u kan daar wel in bladeren. Wat er wel zal gebeuren, is dat we zeker de fiches up-to-date houden. Er zijn nog dagelijks een aantal aanpassingen. En die fiches houden we up-to-date door bovenaan eigenlijk de datum van de wijziging en ook in het kleur
in kleur eigenlijk de tekst aan te passen. Formulieren en voorgaande campagnes kan u ook op onze verzamelaanvraag op onze website terugvinden. En voor de algemene voorwaarden is het ook zo dat er een Franstalige versie van onze fiches komt tegen half maart. En er is ook een link naar Pak on Web voor de interregionale landbouwers. De linken, net als vorig jaar, voor landbouw en subsidies en ook onze themalinken zijn er nog altijd met een speciale nieuwe pre-eco-regelingen. En nog ook eentje die ik in de picture wil zetten is die van bio. Het is wel zo dat wij in het najaar een nieuwe website voorzien. De bedoeling is dat die linken ook dan nog blijven werken. Mocht dit niet het geval zijn, brengen we jullie daarvan op de hoogte. Dan onze browser die wij uitvoerig getest hebben, is Chrome opnieuw dit jaar. Dus normaal gezien zou de beste werking daar moeten gegarandeerd zijn. En er zijn ook een aantal onderhoudsmomenten, ook om wijzigingen eventueel door te sturen, eventueel nog een nieuwe pagina bij te voegen. Die onderhoudsmomenten gaan wij voorzien op bepaalde dagen. Dat is meestal ook op donderdag van 8 tot 11 uur. En die liggen ook al vast tot eind juni. Dus op die dagen zal het in de voormiddag moeilijk zijn om ons e-loket dan te bereiken. Er zijn er 3 in maart, eentje in april en dan een aantal, nog 3 in mei, maar telkens verwijderd van een indieningsdatum of de uiterste wijzigingsdatum. Dan iets over de identificatie, de registratie en wijzigingen van landbouwergegevens. We hebben besloten bij het departement om de registratie van nieuwe klanten veel aandachtiger te bekijken en niet zomaar iedereen nog een registratie te laten doen. We zullen nog registraties doen van nieuwe klanten indien het echt noodzakelijk is binnen een wetgevingskader. En als er dan toch een registratie moet gebeuren van een landbouwer of een exploitatie, dan kan u daarvoor, indien u nieuw bent, blanco formulieren gebruiken. We vragen ook met aandrang om eigenlijk die formulieren te gebruiken die op de LV-website staat. U vindt de link hieronder. Het zijn ook de stappen onder bedrijfsvoering en dan identificatie dat u de formulieren zal vinden. Bent u reeds gekend bij ons, dan kan u eigenlijk al gepersonaliseerde formulieren gaan gebruiken. Die staan op e-loket. Via de tegel klantgegevens en volmachten kan u dan eigenlijk onder de tegel identificatiedocumenten downloaden en uploaden. Kan u het formulier downloaden, gaan invullen en dan opnieuw gaan uploaden, zodanig dat u eigenlijk geen contact meer moet opnemen met onze buitendiensten. Identificatiegegevens op de verzamelaanvraag zelf. Op de papieren versie vindt u inderdaad uw bedrijfsgegevens. Dat is niet terug te vinden op ons e-loket, omdat die dan staan onder klantgegevens. Maar er zijn toch een aantal gegevens die er wel opkomen. En dat zijn onder andere het ondernemingsnummer. We hebben daarvoor een belangrijke opmerking voorzien. Indien er een ondernemingsnummer aanwezig is of er geen ondernemingsnummer gekend is bij ons. We hebben dat voorgedrukt omdat wij ook gaan proberen om meer te koppelen met authentieke bronnen. En voor het ondernemingsnummer is dat KBO. Dat is dan het ondernemingsnummer van de landbouwer zelf. Nu, afhankelijk van of er een ondernemingsnummer is of niet, is er dus een andere vaststelling, een andere opmerking die eigenlijk getoond wordt. Als er een ondernemingsnummer is, dan vragen wij om na te kijken of het ondernemingsnummer juist of volledig is, of de activiteit die eraan vasthangt. Indien het niet het geval is, dan om dit te gaan aanpassen bij FOD Financiën. Indien er geen ondernemingsnummer gekend is bij ons, maar u zou er wel eentje hebben, dan vragen wij om dat ondernemingsnummer door te geven aan de buitendiensten. Voor samengestelde landbouwers zal er ook een vaststelling komen dat er geen ondernemingsnummer is. Maar dit is eigenlijk wel oké voor die mensen, omdat dat ondernemingsnummer daar nog gekoppeld is aan de exploitant. Dus in dit kader moet die samengestelde landbouwer eigenlijk geen actie ondernemen en moeten zij geen contact opnemen met de buitendienst. Dan is er nog een tweede informatieve opmerking rond veebeslagen. Dus of als er een veebeslag aanwezig is of geen veebeslag. Ook die informatie zou moeten overeenstemmen met de realiteit, indien nodig, gelieve dan de aanpassingen door te geven aan de buitendiensten. Die opmerkingen die verschijnen dus dynamisch, afhankelijk van of er een nummer is of niet.
Die worden getoond op e-loket eigenlijk enkel onder de pagina van de opmerkingen, maar zal ook terug te vinden zijn op de bevestigingsmail of een afdruk van uw ingediende versie. Dus op die plaatsen kan u eigenlijk die nummers gaan controleren. 2022 is ook de start van de gewijzigde perceelsaangifte. En waarom hebben wij die, of waarom willen wij die nu lanceren? Omdat er eigenlijk in het verleden was die koppeling sterker tussen het uitbetalen van de steun en het gebruik van een perceel. Vroeger gaf de landbouwer een bepaalde teelt aan en hij kreeg daarvoor een steun. Bij het instellen van de betalingsrechten zijn we eigenlijk overgegaan naar de ontkoppeling van de teelt zelf. Kreeg de landbouwer dan betalingsrechten, maar was er nog wel een 10 maanden periode. En eenmaal we overgegaan zijn naar de betalingsrechten, dan was er eigenlijk enkel nog op het moment van de datum van indiening dat er eigenlijk activatie was. En was er niet echt een link meer met gebruik van het perceel. Dus om nu betalingsrechten te gaan activeren op een perceel, moet dit gebeuren door de landbouwer die het perceel dan ook in gebruik heeft. Nu, wat betekent dan dat in gebruik hebben? Daar zijn drie algemene principes rond, het wettelijk en het feitelijk gebruik. Dat is niet iets wat wij zomaar uit onze duim hebben gezogen, maar dat komt eigenlijk van Europa. Europa geeft die definitie eigenlijk mee. En dat betekent dat de aangever gebruikt het perceel voor de hoofdteelt. Hij heeft het gebruiksrecht voor het perceel. En de aangever draagt ook het financieel risico dat verbonden is aan de hoofdteelt. Het is echter wel belangrijk dat deze drie principes niet alleen op papier correct zijn, maar dat ze ook overeenstemmen met de werkelijkheid. Die gewijzigde perceelsaangiftes, dat zorgt ook voor rechten en plichten. Is er een verschuiving, ja of nee? We hebben die even opgelijst. Voor de verantwoordelijke van de hoofdteelt was het ook al vorig jaar dat hij die de hoofdteelt aangeeft op 31 mei, dat hij ook degene was die de hoofdteelt had en die dus ook bijvoorbeeld de Vlam promotiebijdrage moest doen. Vanaf dit jaar is dat ook de aangifte op 31 mei en moet dan toonbaar zijn dat hij de verantwoordelijke is voor de hoofdteelt. Dus eigenlijk is er geen verschuiving. Voor het activeren van betalingsrechten kon die activatie gebeuren met een aangifte op 30 april. Nu gebeurt de activatie door een aangifte op 31 mei door de verantwoordelijke van de hoofdteelt. Maar hou er wel rekening mee dat u in het bezit moet zijn van de betalingsrechten op 30 april, dus de uiterste indieningsdatum. Ook voor de vergroening gewasdiversificatie is er een verschuiving, omdat er vorig jaar werd gekeken naar de oppervlakte en de teelte bij de aangifte op 30 april. Nu wordt er gekeken naar de aangifte op 31 mei en ook voor de verantwoordelijke van de hoofdteelt. Voor vergroening EAG is het zo dat vorig jaar een perceel in gebruik moest zijn vanaf 1 januari of 30 april. Nu wordt er gekeken naar die oppervlakte en de aangifte op 31 mei en ook voor de verantwoordelijke van de hoofdteelt. Maar wil je die EAG-oppervlakte gaan aanvinken en gebruiken, dan moet je wel zorgen dat je het perceel in gebruik hebt vanaf 30 april. Dat is wettelijk bepaald omdat er staat het perceel in gebruik moet zijn vanaf de uiterste indieningsdatum. Perceels gevonden, randvoorwaarden. Gebruikers bij controle blijft dezelfde als vorig jaar. Ook de verantwoordelijke voor de bemesting voor het MAP is het daar dat de pijldatum 1 januari blijft met een koppeling naar de hoofdteelt in gebiedstype 2 en 3. Dat blijft ook dit jaar hetzelfde. En ook voor het vanggewas blijft die pijldatum 1 januari. Nu op e-loket, de aangifte gebeurt daar ook met hoofdbestemming A door de verantwoordelijke van de hoofdteelt, als het perceel subsidiabel is. En die pijldatum voor de verantwoordelijke van de hoofdteelt is dus nu 31 mei. Het perceel kan nadien wel worden overgenomen na de oogst voor een nateelt of de winterteelt. Hoofdbestemming I blijft ook mogelijk voor niet-subsidiabele percelen dan en waarbij de landbouwer die het aangeeft verantwoordelijk is voor de hoofdteelt en voor percelen die in gebruik zijn enkel voor de nateelt.
En ook de G-bestemming blijft mogelijk in gebiedstype 0 en 1 als de verantwoordelijke daar verschillend is van de verantwoordelijke voor de hoofdteelt. We hebben dit jaar een nieuwe schrappingscode, TVP, tijdelijk verhuurd perceel. Dat kan u gebruiken als u inderdaad dit jaar het perceel gaat verhuren aan iemand die bijvoorbeeld het rundpacht doet. Dat betekent wel dat u kan het verhuren en het perceel zal volgend jaar opnieuw bij uzelf, dus bij de verhuurder, worden voorgedrukt in plaats van bij de huurder. Een aantal speciale gevallen. Het eerste is inscharing. Dat betekent een tijdelijke begrazing van dieren van een andere landbouwer. Dus er is daar geen wissel van gebruiker in de verzamelaanvraag. Wat houdt dan nu in dat de houder van het perceel, dat hij het perceel kan aanheven voor activatie van betalingsrechten, als hij effectief ook het perceel zelf gebruikt door het te maaien of te laten begrazen door zijn eigen dieren. Dus een van die twee voorwaarden moet wel uitgevoerd zijn voor de activatie van betalingsrechten en dat in de periode dat de inschaver het perceel niet gebruikt. En het inscharingscontract moet ook aanwezig zijn. Er zijn al heel wat fiches, er is heel wat informatie. Er is een filmpje over die gewijzigde perceelsaangifte op YouTube. En er zijn ook een lijst met veelgestelde vragen die jullie op onze website daarover nog terugvinden. In de rand daarvan wil ik ook iets zeggen over die betalingsrechten. Dus voor de activatie van betalingsrechten is het zo dat die betalingsrechten ter beschikking moeten zijn van de landbouwer, van degene die ze wil gaan activeren. En is ook de landbouwer met de hoofdteelt. En hij moet dus die ter beschikking hebben op die uiterste indieningsdatum van de verzamelaanvraag, namelijk 30 april. Betalingsrechten kunnen ook echter verhuurd of verkocht worden. Die aanvraag gebeurt via ons e-loket en kan ingediend worden door de overlater. Dat moet uiterlijk gebeuren op 30 april als u dit jaar nog wenst te activeren. En de indieningsdatum is ook meteen de overnamedatum. In het geval van verhuur van die betalingsrechten, daar moet u ook de datum van einde huur opgeven. En na het einde van de huur gaan de rechten ook automatisch of keren zij automatisch terug naar de overlater. U moet er zich van bewust zijn dat als u betalingsrechten gaat verhuren, dat het mogelijk is dat die verloren gaan bij de huurder, maar alleen als die betalingsrechten ook vorig jaar niet geactiveerd werden. En tenslotte wil ik ook nog heel even benadrukken dat als u dit jaar betalingsrechten verhuurt, dat dit absoluut geen invloed heeft op wie de betalingsrechten zal hebben vanaf het nieuwe GLB. Dus het betalingsrecht keert effectief terug naar de eigenaar en de verhuurder na het aflopen van de verhuurperiode. Nu, de waarde van de betalingsrechten zal dit jaar iets lager zijn als in 2019. Namelijk voor 2022 voorzien wij of zal er ongeveer 2% lager waarde op terechtkomen. En tenslotte nog even herhalen, er zal dus voor 2023 geen nieuwe toewijzing zijn van de betalingsrechten, dus degenen die nu in bezit zijn, in eigendom zijn, blijven bij de landbouwers ter beschikking. Het enige is wel dat de waarde waarschijnlijk nog wel zal dalen, aangezien wij een kleiner budget ter beschikking krijgen. Dan kort de link of de stap naar nieuw GLB. We zijn daar volop mee bezig. Dat zit in het goedkeuringsproces. De huidige stand van zaken is nu dat er een openbaar onderzoekplan MER loopt. Voor 2 maanden, van 14 januari tot 14 maart. En dat daar ook adviezen zullen geleverd worden door de SALF en de NINA-raad. En de volgende stappen die wij nog moeten ondernemen is dat wij gaan beginnen al ook met een informele aftoetsing met de Europese Commissie. Dat wij die adviezen moeten gaan verwerken. Er moet een politieke goedkeuring worden op Vlaams niveau. En vanaf die er is, kunnen wij dan een officiële indiening doen bij de Europese Commissie. En moeten wij dan ook wachten op de goedkeuring, voor wij dan eigenlijk die regelgeving kunnen gaan verder uitwerken. We zijn daar natuurlijk al mee gestart en hopen dat er niet meer te veel wijzigt. Maar die regelgeving zal dan moeten verder uitgewerkt worden. En de bedoeling is dat wij dan een communicatie starten in het najaar.
Het GLB zal nu wel effectief normaal op 1 januari van start gaan in 2023. Communicatieacties die wij voorzien communicatie niet alleen naar onze landbouwersconsulenten, maar ook naar onze burgers, omdat dit hier ook over Europese gelden gaat. De communicatiekanalen die wij vooral zullen gebruiken, zullen in eerste instantie onze website zijn, zowel van Landbouw en Visserij, maar ook deze van Vlaams Ruraal Netwerk, die dus vernieuwd zal worden in het najaar, waarbij dan eigenlijk het belangrijkste zal zijn dat wij fiches maken per maatregel. We gaan die zo snel mogelijk publiceren, afhankelijk van wanneer dat er een principiële goedkeuring is. Vlaams Ruraal Netwerk voorziet ook een studiewijzer, een subsidiewijzer voor de landbouwer. En daarnaast gaan wij de boer op en gaan we infosessies voorzien in alle provincies. Vermoedelijk zullen er dat twee zijn, eentje in september en dan nog eentje in midden oktober, november. En dan daarnaast gebruik je ook nog de geëikte kanalen zoals Plattelands TV, filmpjes op YouTube. Ook Agri Vlaanders zal volledig in het kader staan van de nieuwe GLB. En dan de persberichten en sociale media. En dan het laatste blokje van die verzamelaanvraag, e-loket, is dat ik heb een print screen genomen van wat er, welke pagina's allemaal ter beschikking zijn. Daar zijn geen grote wijzigingen. Ik zal dan ook niet op die aparte rubrieken allemaal ingaan. Maar toch een aantal nieuwigheden. Iets dat toegevoegd is, is dat we nu een dynamisch menu krijgen, waarbij dat we eigenlijk meer aanduiden op de pagina's waar er blokkerende opmerkingen zijn, en waar dat er dus eigenlijk iets moet gebeuren om die blokkerende opmerking op te heffen. Dus hier bij percelen zal je zien dat er rode vakjes oplichten. En in die rode vakjes moet er dus iets gebeuren of iets worden aangepast. Daarnaast is het zo dat er ook een aanduiding van informatie komt. Dat is met het zwarte bolletje. En vanaf u bepaalde teelten ingeeft of u vraagt steun aan of u geeft een bijkomende bestemming in, dan zal er op de pagina's waar er informatie is die voor u belangrijk is, zal er op die pagina's eigenlijk dan ook die bolletjes, die zwarte bolletjes verschijnen. Dus hier ook bijvoorbeeld bij premie en brede weersverzekering, daar hebt u iets aangegeven dat u interesse hebt. Op het e-loket zal er vanaf dit jaar ook de gespecialiseerde productiemethode automatisch worden getoond. Scrollen door de tabel of snel door de tabel werken horizontaal gebeurt met tab en tab shift. En enter om verticaal door de tabel te gaan. Snel velden invullen kan gewoon door bepaalde bijkomende bestemmingen of gespecialiseerde productiemethode te beginnen typen. De drop-down komt er meteen. U kan op enter klikken en de velden worden meteen aangevuld, ook een tweede veld. En u kan die velden ook met het kruisje ook weer weghalen. De volgorde van kolommen kan u zelf kiezen. Het is daarvoor belangrijk dat u dit wel opslaat bij de instellingen voordat u de pagina verlaat. Anders zijn deze voorkeursinstellingen niet opgeslaan. En er is ook een vaststelling MBBG die kan verschijnen in de status BGV. Dat betekent dat het G-perceel eigenlijk overlapt met een perceelblijvend grasland en dat die oppervlakte dus uit het bouwland moet gehaald worden die dan moet worden nagestreven voor de vanggewassen. Het filteren. Je kan ook filteren. Er zijn twee belangrijke filterknoppen. Die zullen alleen ter beschikking zijn in een niet openstaande versie. Dus nadat u een initiële versie heeft ingediend of nadat u een wijziging heeft ingediend. Op dat moment zijn de twee knoppen zichtbaar. De knop alle opmerkingen die is altijd zichtbaar. En daarmee kan u dus filteren op percelen via voor alle belangrijke opmerkingen of alle blokkerende opmerkingen in één keer. En de andere knop is dus eigenlijk filteren op de laatste, of filteren bij de laatste versie administratie. Of u kan kiezen voor alle wijzigingen of alle versies. Standaard staat de laatste versie die gekend is bij de administratie. Dat betekent dat u voor elk perceel maar één lijn ziet en dat eigenlijk de weerhouden waarde daar zichtbaar is. Kiest u voor alle wijzigingen of alle versies? In dat geval zal u dus inderdaad daarvoor kunnen kiezen. Dat betekent dat u voor een perceel 53 hier één wijziging hebt ingediend. En dat er zowel de initiële aangifte, uw wijziging en de weerhouden waarde te zien zal zijn
in deze versie. Kiest u dan voor alle versies? In dat geval zullen alle versies voor alle percelen openstaan. Dus voor perceel 53 krijgt u de initiële versie, de 8 ingediende versies, waarvan maar eentje een verandering voor het perceel zelf, en dan de weerhouden waarde. Wijzigingen staan momenteel nog allemaal in het groen. Ook de wijzigingen die eventueel na een tweede aanpassing dan niet weerhouden zijn. Dus de eerste, ze zullen allebei getoond worden. De bedoeling is om nog enkel in het groen te tonen wat uiteindelijk de laatste versie is en aanvaard is. In ons menu vinden we twee nieuwe pagina's. Eentje over pre-eco-regelingen. Daar kom ik straks uitvoerig op terug. En een tweede is nu eigenlijk dat er een commentaarpagina is. Dat is toegevoegd op vraag van mensen die de evaluatie hebben gedaan van het vorig jaar, dus de verzamelaanvraag 2021. Dat is een veld waar u zelf informatie kan invullen. U vult daarin wat u zelf wilt. Als u dan de volgende keer naar het dossier wenst te gaan, dan zal u zien dat er niet alleen een status is van het dossier, maar dat ook het commentaar dat u opgegeven heeft, dat u die ook daar kan gaan raadplegen voordat u het dossier opent. Nu, deze commentaar die daar opgenomen staat, gebruiken wij totaal niet in onze dossierbehandeling. Dus louter iets voor uzelf en wordt bij ons ook niet ingelezen. Daarnaast een verandering voor de biolandbouwers of de biomarktdeelnemers. Er is een nieuwe wetgeving die van kracht gegaan is begin dit jaar. En dat betekent eigenlijk twee nieuwe bepalingen voor onze biolandbouwers, die toch wel heel belangrijk zijn. Elke biolandbouwer zal moeten geïdentificeerd worden bij het departement landbouwvisserij. En elke biolandbouwer zal ook jaarlijks zijn percelen moeten gaan registreren via de verzamelaanvraag. Er is een kennisgeving bij ons voor biomarktdeelnemers, dus niet enkel voor onze biolandbouwers, maar ook voor andere mensen die eigenlijk nieuwe bijkomende bioactiviteiten doen. Ook die moeten bekendgemaakt worden bij ons. Voor de nieuwe biolandbouwers kan die kennisgeving alleen maar gebeuren na het afsluiten van een contract met de biocontroleorgaan. Ik kan die kennisgeving dan indienen als die kennisgeving gebeurt na 30 april, dus na de uiterste indieningsdatum, dan zal die biolandbouwer dit jaar geen recht hebben op terugbetaling van de controlekost voor dit jaar. Meer informatie over die biosector is terug te vinden op onze website onder Landbouw Bio. Nu, de tweede belangrijke iets is dat dus die biopercelen moeten aangeduid worden bij ons. En dat gebeurt net als voorgaande jaren eigenlijk door het aanvinken van de biocertificering. Voor nieuwe aangemelde percelen binnen de verzamelaanvraag krijgt u ook een datum van omschakeling, dus een datum aanvraag bio. Dat gebeurt voor elk aangevinkt perceel als biocertificering en dat vorig jaar nog niet onder controle stond. Default is die datum aanvraag bio eigenlijk de datum van indiening van de verzamelaanvraag of op het moment dat u een wijziging indient. En dat is gelinkt aan wanneer dat het vinkje biocertificering dus wordt geplaatst. Dat was default, maar u kan er ook voor kiezen om die omschakelingsdatum, dus die aanvraag bio, in de toekomst te zetten. Dat kan je kiezen tot het einde van dit jaar. En daarvoor kan u dan eigenlijk naar perceeldetail gaan voor de betrokken perceel. En aan de rechterkant vindt u dan een extra infoveld waar u dan de datum kan kiezen. Het voordeel is hier dat u dan geen wijziging van de verzamelaanvraag meer moet indienen op het moment van omschakeling. En voor nieuwe percelen wil ik ook nog melden dat al die worden aangemeld na 30 april, dat er dan dit jaar ook geen hectaresteun kan worden verkregen. De gegevens die in de VA staan, stromen nu automatisch door naar de biocontroleorganen. Ook van de biocontroleorganen stromen gegevens door naar bij ons. En de certificatie van biopercelen is nu nog enkel mogelijk als die ook aangemeld zijn in de verzamelaanvraag. Op het e-loket, wat gebeurt daar? Dus er is niet een apart scherm bio. Controleorgaan moet daar niet meer worden opgegeven door de landbouwer, omdat we dat al rechtstreeks uitwisselen met het controleorgaan zelf. Vandaar ook dat er eerst die kennisgeving moet gebeuren.
Er is een nieuwe teeltcode 17, biologische niet-landbouwgrond, die kan gebruikt worden voor tuinen met bessenstruiken en wildplukpercelen. Daarnaast is er een nieuwe gespecialiseerde productiemethode UIT, die staat voor uitloop van pluimvee en varkens. Op het perceel geef je dus gewoon de teeltcode in van de teelt en daarnaast dus die gespecialiseerde productiemethode. Dus de teeltcode is bijvoorbeeld grasland, maar die gespecialiseerde productiemethode hebben wij dan nodig om een onderscheid te kunnen maken tussen percelen die dan gebruikt worden voor de biologische uitloop en andere gangbare graslandpercelen. Een bioteler die champignons teelt, die zal een opmerking krijgen dat hij verplicht is om de beteelde oppervlakte eigenlijk te gaan opgeven. Dat is ook onder perceeldetail. Dus aangifte van champignons en een biocertificering zal je verplicht zijn om die beteelde oppervlakte te gaan opgeven. Voor witloof is er ook een blokkerende opmerking bijgekomen, namelijk bij de forcerie van witloof. Dus als u een van de codes voor forcerie gaat gebruiken en u hebt geen gespecialiseerde productiemethode opgegeven, dan zal u een blokkerende opmerking hebben, waarbij u dus de productiemethode moet gaan aangeven en de landbouwer kan kiezen tussen loof. Dat is dus voor witloof die geproduceerd is in een loods in bakkengrond of op hydrocultuur. Er is een nieuwe code aangemaakt voor een loods in volle grond, omdat dat wel zeer belangrijk was voor de labels Brussels en Vlaams-Brabants grondwitloof, waar het witloof in contact staat, moet staan met de bodem. Er gebeurt de forcerie buiten, onder koepels. In dat geval kan u gebruik maken van de productiemethode PLA. Ook hier zal de landbouwer verplicht worden om de equivalente hoeveelheden witloofwortels te gaan opgeven en dat ook onder perceeldetail. Indien het niet gaat over forcerie, dan moet de witloofwortelteelt 9561 worden gebruikt. Nieuwe maatregelen betekent ook natuurlijk nieuwe teeltcodes. Er is een heel lijstje nieuwe teeltcodes voor de pre-eco-regeling en die situeert zich allemaal in een ene eco-regeling, pre-eco-regeling, namelijk die van milieu, klimaat en biodiversiteit vriendelijke teelten. Er was wel al een teeltcode voor mengteelt van granen met een vlinderbloemige, maar omdat er een onderscheid moest gemaakt worden tussen de winter- en de zomerteelten, zijn die codes 542 en 541 opgesplitst in drie aparte codes. Voor de andere wintergranen met een winterteelt vlinderbloemige is dat 391, voor de zomergranen is dat 392 en voor wintertarwe en triticale met een vlinderbloemige winterteelt is dat 395. Idem voor de voedererwten en de veldbonen is er een opsplitsing gemaakt in de winterteelt en de zomerteelt. Daarnaast is er ook een mogelijkheid om voor menselijke consumptie erwten en bonen te gaan telen voor de pre-eco-regeling en daarvoor werden dan nieuwe teeltcodes aangemaakt. Er zijn ook een aantal andere teeltcodes die nieuw zijn toegevoegd, onder andere die voor biologische landbouw, voor een aantal nieuwe teelten, houtbloem, deder, huttentut, maar ook kikkererwten en linzen. En dan hebben wij een specifiek voor mais, een mengsel van mais met een vlinderbloemige teelt, dus stokbonen of erwten die tegen die mais aangroeien, is er nu ook een aparte teeltcode aangemaakt, 396. De teeltcode 902 voor pootgoed werd dit jaar opgesplitst naar gecertificeerd pootgoed met code 907. En hoevenpootgoed heeft de teeltcode 908 gekregen. En de vlassector heeft ons ook gevraagd om voor wintervlas ook nieuwe teeltcodes aan te maken. Ook hebben we verdere opsplitsing gemaakt voor meerjarige kruiden, zoals tijm en rozemarijn en zo verder, om die eigenlijk ook een aparte teeltcode te gaan geven. Nieuwe maatregelen, nieuwe teeltcodes, betekent ook nieuwe opmerkingen over die maatregelen. Ik zal ze niet allemaal overlopen. U weet, ik heb ze hier opgelijst. U zal later de presentatie ter beschikking krijgen. En dan kan u zien welke omschrijving die opmerkingen hebben en wat het gevolg is of wat u dan moet gaan doen. Ook voor de biosector die nieuw moet aangemeld worden bij ons, zijn er een aantal opmerkingen aangemaakt. En dan zijn er nog een aantal nieuwe opmerkingen, zoals voor dat witloof, die veebeslagen ondernemingsnummer,
En ook mocht u een perceel EAG toch na 30 april overnemen, dat u dan zich bewust bent dat u dit niet voor vergroening zou kunnen gaan gebruiken. Een aantal weetjes toch nog op een aantal pagina's. Ik ga ze niet openen, maar voor de brede weersverzekering wil ik melden dat er eigenlijk niets is gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Kan worden ingediend tot 30 april en alle informatie staat op onze website. Bij de bijlagen zal u nu ook de bevestigingsmail krijgen van een ingediend dossier. Dat verschijnt er na 2-3 minuten. En ook de bemestingsprognose is daar terug te vinden. Bij het overzicht krijg je zeker interessant is die perceelsinfo. Dus dat is alle info die wij ter beschikking hebben over een perceel, is hier te vinden. Dus ook over kwetsbaar gebied, natuur en beheergebieden, akkervogelsoorten. Onder de downloads zowel een pdf van de verzamelaanvraag, maar ook een GML-bestand. Dat is dus een grafisch bestand met plaatsgebonden informatie over percelen. Met gratis software kunt u die gaan inlezen. En dan kan u deze informatie inladen in bedrijfsmanagementsystemen of inladen voor Vegaplan. Indien een GPS GML-bestanden kan lezen, kan dat ook rechtstreeks in de GPS van de tracker worden ingeladen. En dan tenslotte bij de opmerkingen. Alle opmerkingen vindt u hier over ondernemingsnummer V-beslagen, maar ook bepaalde opmerkingen die op andere pagina's niet terug te vinden zijn. De LV AgriLens app, we hadden gehoopt om die vorig jaar al te kunnen lanceren. Die is nog altijd niet geslaagd, maar wij hopen op dit zeer binnenkort te kunnen doen. De bedoeling is daar dat je dus foto's neemt waar de plaats en de tijd vast ligt. Dat je in die app dan een aantal taken kan toegestuurd krijgen omwille van vaststelling of opmerking die volgen uit de verzamelaanvraag. Maar je zal die ook kunnen gaan gebruiken om bewijs aan te leveren voor precisielandbouw of als je kiest om een koolstofteelt, de aanvraag te doen voor de verhogen van koolstof op je bouwland. U kan altijd spontane foto's trekken. Dat kan door de landbouwer, maar die app kan ook gewoon gedownload worden door gelijk wie in Vlaanderen. Dus iemand die de app downloadt, krijgt die ter beschikking. Je kan ook perceelsinfo vragen op een mobiele kaart. Mensen die geen klant zijn bij ons, dat zal beperkt zijn. Als landbouwer kan je ook inloggen en kan je ook alle info over uw perceel gaan opvragen. Nu, voor bepaalde taken die vanuit ons departement naar die AgriLens wordt gestuurd, die taken, dat kan te gevolgen zijn van perceelsmonitoring, dat wij zien dat er een bepaald gewas misschien toch niet overeenkomt, neem dan een foto. Dat kan zijn door opmerkingen die in onze verzamelaanvraag terechtgekomen zijn, die leiden tot een taak, of door het schrappen van een perceel, of als er in twee verzamelaanvragen verschillend is, het was verschillend is tussen een G-perceel en een A-perceel. Nu, die taken komen in de app. U kan die zelf dan gaan uitvoeren, maar kan u ook gaan delen met familieconsulenten die deze taak kunnen uitvoeren voor u en opladen in de app. En spontane taken of spontane foto's kunnen ook genomen worden door de landbouwers. Ik kan die allemaal opslaan. Die houden de plaats en het tijdstip en kunnen ook gebruikt worden later voor als bewijsmateriaal. En kan u ook spontaan doorsturen naar de verzamelaanvraag. Net als die uitgevoerde taken, komen die dan bij de verzamelaanvraag terecht, waar wij dan de verdere verwerking doen en dossier kunnen gaan behandelen. Voilà, dat was het eerste deel. Ik zal nu even tijd willen nemen om in te gaan op de pre-eco-regelingen. Ze passen nog allemaal op mijn scherm, gelukkig. Ik heb ze opgedeeld in twee groepen. Maatregelen die eerder gebonden zijn aan het perceel en maatregelen die gebonden zijn aan een bedrijf. En ik zal ze ook in die volgorde behandelen voor de verzamelaanvraag, dus de aangifte in de verzamelaanvraag. De aanleiding van die pre-eco-regelingen is dat het eigenlijk de bedoeling was dat wij met ons nieuwe GLB zouden starten in 2021. Maar door verschillende vertragingsprocessen, onderhandelingen op Europees niveau, Farm to Fork, de Green Deal en zo verder, is dat nieuwe GLB moeten uitgesteld worden en is dat dus verplaatst naar 2023. Dat betekende 2 jaar dat wij eigenlijk overgangsmaatregelen moesten voorzien voor onze landbouwers,
zodanig dat toch de steun kon gegarandeerd blijven. Een van die maatregelen, overgangsmaatregelen, is dan dat wij op Vlaams niveau pre-eco-regelingen hebben ingesteld en dat die eigenlijk een voorloper zijn naar de eco-regelingen die een nieuw instrument zijn binnen het nieuwe GLB. Dus die eco-regelingen, die worden ingesteld door Europa als het gaat om landbouwpraktijken die gunstig zijn voor het klimaat, het milieu, dierenwelzijn en ook de antimicrobiële resistentie gaan aanpakken. Al aangegeven, het zijn Vlaamse maatregelen, dus moest er ook gewacht worden op een goedkeuring door de Vlaamse regering om die verder uit te rollen. Dat is gebeurd begin september vorig jaar. Dus voor die pre-eco-regelingen moest er ook altijd wel een link zijn of een gunstig effect zijn op het milieu, klimaat en de biodiversiteit. Algemene voorwaarden nu voor de pre-eco-regelingen. Het gaat om eenjarige maatregelen als overgang, dus enkel in 2022 van toepassing. Kunnen aangevraagd worden door GLB-actieve landbouwers. Zijn trouwens ook niet verplicht. Het is een vrijwillige deelname dat de landbouwer kan doen. En dat gebeurt op percelen in het Vlaamse gewest. Een subsidie kan aangevraagd worden via de verzamelaanvraag. En dat uiterlijk op 31 mei. De vermelde steunbedragen die ik hier in de presentatie opneem, zijn maximale subsidiebedragen. En dat is omdat wij hebben subsidiebedragen berekend aan de hand van de kosten en gederfde inkomsten. We hebben totaal geen idee hoeveel aanvragen er zullen binnenkomen. Dus we hebben een vast budget gekregen om die pre-eco-regelingen te gaan betalen. Maar afhankelijk van het aantal aanvragen dat binnenkomt, zullen wij die subsidiebedragen eventueel moeten gaan bijstellen naar beneden. Een overzicht van die pre-eco-regelingen. Er zijn er een viertal die dus op perceelsniveau worden aangevraagd. En dat is inzaai van productief kruidenrijk grasland, ecologisch beheerd grasland, inzaai van milieu, klimaat en biodiversiteit vriendelijke teelten, en dan eentje onder de precisielandbouw, het plaatsspecifiek bekalken. Anderzijds zijn er drie maatregelen die worden afgesloten op bedrijfsniveau. En dan gaat het onder precisielandbouw over het automatisch aansturen van landbouwmachines via RTK of RTK-GPS of GPS. Het verhogen van organisch koolstofgehalte bouwland. En er is er nog eentje, voedermanagement, melkvee, die voorlopig nog onder voorbehoud staat. Er is heel veel informatie, het zal misschien veel zijn, maar er wordt ook informatie bezorgd op onze website. Er zijn ook webinars. Deze week was er nog eentje specifiek alleen 2 uur lang over precisielandbouw. Wil u daar iets meer over weten, dan verwijs ik ook zeer graag naar deze andere webinars. En natuurlijk ook naar onze website. Maar laten we het toch even bekijken in detail. De perceelsgebonden pre-eco-regelingen. De eerste is daar dus inzaai productief kruidenrijk grasland. Voor wat staat dit? Dit is grasland dat wordt ingezaaid, effectief ingezaaid, met een mengsel van grassen, vlinderbloemigen en kruiden. Waarom kunnen we die pre-eco-regeling nu aanbieden? Wel, in dit mengsel zitten verschillende soorten die ook verschillende type wortels hebben, waardoor de percelen meer droogteresistent worden. Er is een positief effect naar de biodiversiteit en het landschap. En doordat er eigenlijk weinig moet bemest worden op deze percelen, is er een beperkte stikstofbemesting nodig en kan er ook kunstmest worden uitgespaard. De subsidievoorwaarde voor dat kruidenrijk grasland is dat het gaat om een mengsel bestaande uit minimum 2 soorten gras en minimum 5 vlinderbloemigen en kruiden. Van die vlinderbloemigen en kruiden zijn dat dan minimum 2 kruiden en 1 vlinderbloemige. De minister heeft daarvoor soorten goedgekeurd in een NB. Dus u moet voor dat mengsel de minimumsoorten moet u gaan kiezen uit de naaststaande tabel. Wil u echter extra kruiden of vlinderbloemigen gaan toevoegen die eventueel niet in deze tabel staan, dan kan dat, het is toegelaten, maar dan tellen zij niet mee als voorwaarde om te voldoen aan de voorwaarden van het mengsel. Maar dus er mogen extra kruiden toegevoegd worden.
Vlinderbloemigen en kruiden moeten samen minstens 25% van het gewichtspercentage van het mengsel uitmaken. En als u dit inzaait, dan mag daar maximum 30 kilogram zaaizaad per hectare worden gebruikt. De teeltcode die hiervoor kan worden gebruikt is de teeltcode 63. Die bestond al. Dat is de teeltcode voor graskruidenmengsel. Omdat er grassen zitten in dit mengsel, valt die voor gewasdiversificatie ook onder de groep van de grassen. Daarnaast zijn er nog extra voorwaarden. Dat kruidrijk grasland kon worden ingezaaid vanaf het najaar van 2021. Teeltechnisch was dat het beste, maar kan eventueel ook nog altijd in het voorjaar 2022 worden ingezaaid. De teelt moet wel aangehouden worden tot minstens het einde van het jaar. En daar is ook geen uitzondering voor de polders. Bedoeling van dit kruidenrijk grasland is immers dat dat een meerjarig teelt wordt, dus een meerjarig aangehouden wordt op het perceel. En dat die pre-eco-regeling ook overgang biedt naar het meerjarig agromilieu- en klimaatmaatregel, de ecoteelt. Dus nu inzaaien in 2022 kan overstap geven naar de nieuwe eco-regeling, zonder dat u in 2023 dan opnieuw een inzaai moet gaan doen. Kruiden en vlinderbloemigen moeten wel duidelijk zichtbaar aanwezig zijn tijdens het groeiseizoen. Er is geen herinzaai in principe mogelijk, tenzij na een schriftelijke melding. Facturen moeten bijgehouden worden tot 2033. Waarom zo lang? Voor alle pre-eco-regelingen geldt dat wij geen voorschotbetalingen zullen doen en de eerste betalingen zullen volgen nadat alle dossiers ook effectief zijn gecontroleerd en afgerond. Op dat moment kunnen wij pas het definitieve subsidiebedrag gaan bepalen. Dus de eerste betaling zal zijn in 2023. Europa vraagt dan voor controles dat documenten worden bijgehouden 10 jaar na het uitbetalen van de steun. Vandaar dat die documenten dus tot 2033 moeten bijgehouden worden. Voor het kruidenrijk grasland is het wel zo dat etiketten van zaaizaad of de certificaten, dat daar wel geen verplichting is om die bij te houden. Perceelsvoorwaarden. Het perceel moet minimum 30 aren zijn en het moet ook ingezaaid worden op een bouwland, wat ook al bouwland was in 2020 en 2021. Dus een blijvend grasland kan niet gescheurd worden en nu ingezaaid worden met het kruidenrijk grasland. Het steunbedrag dat hier voorzien is 350 euro per hectare. Tweede maatregel is ecologisch beheerd grasland. Wat is dit dan? Dit zijn extensievere uitgebaten graslanden waarop geen gewasbeschermingsmiddelen of kunstmest mogen worden aangebracht. Waarom konden wij die aanmelden? Omdat er een lagere milieudruk is en er is ook een positieve bijdrage aan de biodiversiteit. Subsidievoorwaarden hier is dat de teelt moet aangehouden blijven vanaf 1 januari tot en met 31 december, dus het volledige jaar. En dat er dus geen gewasbeschermingsmiddelen of kunstmeststoffen mogen worden aangebracht. Perceelsvoorwaarden. Perceel moet minimum 30 aren zijn. Het mag niet toegepast worden op een perceel waar ook al derogatie op aangevraagd is. En die percelen, als er op het perceel al een wettelijke bepaling komt over gebruik van bemesting of een verbod of een beperking voor bemesting of gewasbeschermingsmiddelen, dan kan dat perceel ook niet gecombineerd worden met de aanvraag van ecologisch beheerd grasland. Dus percelen die bijvoorbeeld in kwetsbaar gebied natuur liggen, dus GVE en BKM, die kunnen niet aangevraagd worden. En ook als er een beheerovereenkomst is afgesloten met uitzondering van een beheerovereenkomst water, kan er op dat perceel geen steun voor ecologisch beheerd grasland gevraagd worden. Het kan wel toegepast worden zowel op tijdelijke als blijvende graslanden. Dus hier is daar geen beperking en het steunbedrag hier is 300 euro per hectare. Wil je informatie weten over uw percelen of dat dan bijvoorbeeld in een kwetsbaar gebied natuur ligt? Dan kan je dus op de papieren verzamelaanvraag gaan kijken bij de perceelsinfo, maar ook op ons e-loket onder perceelsinfo helemaal rechts vindt u een kolom kwetsbaar gebied natuur waar dan de informatie opgenomen is.
Een derde maatregel is een hele boterham qua titel toch, inzaak milieu, klimaat en biodiversiteit vriendelijke teelten. Voor het gemak zal ik ze in mijn volgende slides ook even de ecoteelten noemen. En wat zijn dit, de biodiversiteitsvriendelijke teelten? Dat zijn, je kan daarvoor gebruiken inzaaien van eenjarige eiwitteelten, inzaaien van diepwortelende maaigewassen of in beheergebieden voor akkervogelsoorten kan daar zomergraan of een faunamengsel worden aangebracht. Waarom kunnen we deze aanmelden of aanbieden ook? Er is een positief effect op het milieu, klimaat en biodiversiteit. We zorgen voor een lokale verhoging van eiwitvoorziening en er is ook een positief effect op de bodemkwaliteit. Die maatregel is opgedeeld in drie groepen van teelten. De eerste groep zijn de eiwitteelten. De subsidievoorwaarden zijn daar dat die eiwitteelten moeten aangegeven worden als hoofdteelt. En welke teelten komen daarvoor in aanmerking? Dat zijn de zomer- en wintervariëteiten van voedererwten en veldbonen, soja en quinoa. Voor menselijke consumptie zijn dat dan de droge oogste erwten, vicia-bonen en droge oogste fasciolus-bonen. En daarnaast kunnen ook een aantal mengteelten worden gebruikt. En dat zijn dan mengteelten van granen met vlinderbloemigen. Voor die mengteelten is nu wel een minimale zaaidichtheid opgelegd. Voor de voedererwten, de zomerteelt, is het 60 korrels per vierkante meter. Voor de winterteelt zijn het 25 korrels per vierkante meter. Voor de zomerveldbonen 40 korrels per vierkante meter en de winterveldbonen 20 korrels. Ik heb daarnaast ook telkens de teeltcode weergegeven die kan worden gebruikt. Een mengteelt van mais met vlinderbloemigen, dus die code die we aangemaakt hebben, die 396, die komt hier niet in aanmerking voor deze pre-eco-regeling, omdat mais niet beschouwd wordt als een graangewas. Ook hier moeten facturen bijgehouden worden die op naam staan van de landbouwer en moeten bijgehouden worden tot 2033. Nu, als u een mengteelt gebruikt met die erwten of bonen, dan is het wel raadzaam om alle documenten met info omtrent dat 1000 korrelgewicht, dus die zaaidichtheid eigenlijk, om die bij te houden. Dat kan informatie zijn die op de zaaizaadetiketten staat of op certificaten, maar kan evengoed een brochure zijn die over het mengsel is gepubliceerd. Verdere voor die eiwitteelten perceelsvoorwaarden. Het moet gebeuren op een perceel van 30 are en je moet het perceel in gebruik hebben voor de hoofdteelt. Het bedrag dat hier wordt voorzien is ook €600 per hectare. Nu, wij hebben eigenlijk al onder onze huidige agromilieumaatregelen hebben wij ook al een VLIE-maatregel. Die kan ook door de mensen die het vorig jaar hebben aangevraagd, wordt ook dit jaar opnieuw verlengd. Maar er zijn toch een aantal verschillen met de huidige VLIE-maatregel. De eerste is dat wij deze aanbieden voor een éénjarig engagement in plaats van die 5 jaar onder de VLIE-agromilieumaatregel. Omdat het juist een éénjarig engagement is, komen meerjarige teelten zoals die grasklaver en luzerne niet hier in aanmerking. Maar die luzerne-grasklaver kunnen dus nog altijd wel met VLIE-maatregelen worden aangegeven indien je daarvoor een contract hebt. Een volgend verschil is dat we ook voor food hier kunnen gaan produceren, dus food en feed. Dat wij geen aanhouddata hebben. De enige voorwaarde is dat ze dus als hoofdteelt aanwezig zijn. Voor de rijnteelten is er geen minimale zaaidichtheid. En een minimale zaaidichtheid voor de voedererwten is lager als deze die geldt onder de VLIE-premie. Waarom hebben wij die maatregelen zo laag mogelijk of zo laagdrempelig mogelijk gehouden? Om ook mensen die nog niet met die eiwitteelten in contact gekomen zijn, om die eens de kans te geven om dat eens te gaan proberen. Een tweede groep onder de ecoteelten zijn dan de diepwortelende maaigewassen. Hier is het de bedoeling dat die ook effectief als hoofdteelt aanwezig zijn. En ik heb het hier ook opgenomen. Die moeten ook overwegend aanwezig zijn tussen 15 mei en 31 augustus. Welke teelten komen hier dan in aanmerking? Dat is de winter- en de zomerkoolzaad, gele mosterd, bladramenas, hennep en tagetes. Er zijn er een aantal die heel gekend zijn als groenbedekker,
maar kunnen voor deze maatregel dus als hoofdteelt worden aangegeven. Nu, voor die groenbedekkers, die gele mosterd en bladramenas, zijn er teeltspecifieke voorwaarden, namelijk voor de eerste twee, dat zij minimum 2 maanden moeten worden aangehouden worden en dat daar geen oogst kan op volgen, maar dat die moeten ondergewerkt worden. Ook voor tagetes is dat dan minimum 3 maanden dat die moeten aangehouden worden en daarna ondergewerkt. Waarom die minimum 2 maanden? Omdat die gewassen moeten kunnen voldoende ontwikkelen om hun biodiversiteit, om hun klimaat- en milieueffect te kunnen gaan beogen. Dus die teelten moeten voldoende ontwikkelen en daarom die minimum aantal maanden. Nu, die mag je ook gerust verder aanhouden tot in het najaar en eventueel ook als vanggewas gaan gebruiken. Die kan je niet gaan gebruiken voor EAG, om te voldoen aan EAG voor ondervergroening, omdat voor EAG-vergroening er een mengsel nodig is. Maar voor bijvoorbeeld tagetes kan wel gecombineerd worden. Dus u kan wel voor de hoofdteelt tagetes een steun aanvragen voor de ecoteelt. Dus en ook nog eens voor vergroening kan u ook gaan combineren. Dus dan moet er een nateelt worden aangegeven. Facturen moeten ook op naam worden bijgehouden tot 2033. De perceelsvoorwaarden is minimum 30 aren. En het perceel moet in eigen gebruik zijn voor de hoofdteelt. En de steunbedragen is hier €150 voor koolzaad en hennep die kunnen geoogst worden. Die gele mosterd, bladramenas en tagetes krijgen een veel hoger bedrag, omdat die ook niet geoogst worden. Dus daarom krijg je eigenlijk een hogere steun. Het gaat hier om die ecoteelten. Dat betekent dat dat de hoofdteelt is. Die zijn aanwezig eind mei. En als daarvoor dus een winterherfst komt, die is eigenlijk niet voldoende, of niet snel voldoende geoogst. Winterherfst geldt daar als hoofdteelt. En dan als je dan een gele mosterd inzet, dan worden dat eigenlijk nateelten. Idem als u deze gele mosterd, bladramenas of tagetes zeer vroeg inzet en u houdt die 2 maanden aan, maar is niet meer overwegend aanwezig in die periode van 15 mei tot 31 augustus, dan wordt die ook niet beschouwd als hoofdteelt. Dus als u er een mais naplaatst, dan zal de mais ook tellen als hoofdteelt. Geeft u deze teelten aan tot half eind juli, begin augustus, dan kan u wel nog een nateelt doen van bonen of bloemkool, een groente. Dat kan wel nog. Faunavriendelijke teelten dan, dat is dan de derde groep. Die kunnen enkel worden gezet in beheergebieden voor akkervogelsoorten, ook alleen als hoofdteelt. En wat kan daar ingezet worden? Dat zijn zomergranen. Waarom zomergranen? Omdat de wintergranen al veel te dens zijn en dat die dieren dan eigenlijk moeilijker kunnen fourageren. Vandaar enkel zomergranen. En als er een faunamengsel is, dan kan dat ook. Maar daarvoor gelden een aantal voorwaarden. Namelijk de teeltsamenstelling, daar 60 tot 90% van die teelt moet komen uit de graangewassen. U kan daar 5 tot 10% soorten toevoegen die uit de brassica-groep komen. En maximum 35% kan je aanvullen met zonnebloem, bernagie, vlas, facelia, woederwikken, witte klaver en rode klaver. Als u die faunamengsel aanbrengt, dan moet u wel een zaaidichtheid van 50 tot 60 kilogram per hectare gebruiken. En dat faunamengsel moet ook minstens aangehouden worden tot 15 maart 2023. Ook in de polders. Dus tot volgend jaar moet dat aangehouden worden om juist ook die dieren te kunnen gaan voorzien van voedsel. Facturen op naam bijhouden tot 2033 ook hier. U kan, ik keer nog even terug naar de vorige slide, u kan op onze verzamelaanvraag onder op de kaart ook zien dat er effectief een akkervogelbeheer is, maar ook onder perceels informatie kan u eigenlijk gaan zien in de kolom of uw perceel behoort tot het beheergebied akkervogelsoorten. Wil u graag een overzicht hebben waar die akkervogelsoorten gebieden, die beheergebieden gelegen zijn, dan kan u via geopunt op de kaart gaan ingeven beheergebieden akkervogelsoorten
en kan u eigenlijk daar gaan inzoomen tot op eigenlijk kadastraal perceelsniveau, welke percelen dus daarin gelegen zijn. Bijkomende perceelsvoorwaarden, minimum 30 aren. Percelen moeten in eigen gebruik zijn voor de hoofdteelt. En de bedragen die daar voorzien worden is €150 voor de zomergranen, omdat die mogen geoogst worden. Het faunamengsel moet aangehouden blijven tot het volgende jaar en daarom krijgt u dus ook een hoger steunbedrag. Een vierde maatregel, precisielandbouw, perceelsgebonden maatregel. Daar is de maatregel, momenten. Dat je kan plaatsspecifiek bekalken op basis van een aangemaakte taakkaart nadat er een bodemscan werd uitgevoerd. Wat is dat plaatsspecifiek bekalken nu? Dat gebeurt dus op basis van die taakkaarten. Er wordt een bodemscan gedaan op het perceel. De rode punten worden er metingen gedaan. Er zijn een aantal staalnamepunten en die leiden dus tot een bekalkingskaart. Dus waar dat er meer zou moeten bekalkt worden of niet en een taakkaart voor de GPS. Waarom kunnen we die maatregel nu gaan aanbieden? Omdat het zeer belangrijk is dat er een optimale pH heerst op het perceel. Die is essentieel voor een goede opname van nutriënten en ook relatief snel te verbeteren. Subsidievoorwaarden hier is dat er dus een taakkaart wordt aangemaakt. Die taakkaart mag aangemaakt zijn vanaf 30 september. Dat is op het moment dat de Vlaamse regering eigenlijk dan de beslissing genomen heeft of de goedkeuring heeft gegeven voor de pre-eco-regelingen. Er moet plaatsspecifiek bekalkt ook worden in 2022 op basis van een taakkaart. Dus als er geen bekalking gebeurt, zal de steun niet worden uitbetaald. Dus het heeft ook geen zin om een bodemscan te laten uitvoeren voor percelen waarvan u vermoedt dat het pH eigenlijk in orde is. Landbouwers moeten perceelsfiches bijhouden, omdat die bekalking natuurlijk gebeurt aan de hand heel plaatsspecifiek, dus aan de hand van een GPS. Dus om die perceelsfiches staan elke bekalking die wordt uitgevoerd, het GPS-type, ook het merk van GPS en wie de uitvoering van de bekalking heeft gedaan. Of het gaat om een loonwerker of de landbouwer zelf. De machines moeten onmiddellijk ter beschikking zijn bij controle. Dus dat betekent dat niet alleen de trekker aanwezig moet zijn, maar dat ook de landbouwmachine die eraan vasthangt, dat dit met een isobus aansluiting, dat die dus ook voorhanden is. Facturen van de loonwerker, die moeten op naam staan van de landbouwer. De GPS-type moet daar vermeld zijn en ook het merk van GPS. Dus GPS-type is dus RTK of een gewone GPS. En merktype is dan bijvoorbeeld Trimble. Of u kan ook naast factuur, kan u ook eigenlijk een huurcontract indienen of bijhouden op naam van de landbouwer. Waarbij dan ook aangeeft dat het gaat over aanstuurbare GPS-kalkstrooier die hij gehuurd heeft uit de machinering. Dus de verdere subsidievoorwaarden is dat er hier ook bewijsstukken nodig zijn als die bekalking daadwerkelijk is uitgevoerd en die moet kunnen voorgelegd worden op elk moment. In eerste instantie kijken wij daar naar de as-applied kaarten met opgave van toediening van de kalk. Dus de eerste stap is dat er een taakkaart is waar er moet gaan bekalkt worden. Een tweede kaart is de kaart die aangemaakt wordt bij het bekalken en op het einde van de handeling kan u dan een foto nemen of wordt er een kaart gegenereerd die dan kan worden gebruikt om het bewijsstuk aan te leveren voor de daadwerkelijke uitvoering. Naast die as-applied kaarten kan ook gebruik gemaakt worden van Geotech foto's. Dat is via onze LV AgriLens applicatie. Als u daar meer over wenst te weten, dan kan u zeker ook naar het webinar kijken die dinsdagavond werd gegeven. Daar wordt er meer uitleg gegeven wat u daar allemaal moet doen om de nodige bewijsstukken te verzamelen. Of er kan ook een factuur zijn van de loonwerker met minstens eenduidige locatiegegevens, zoals XY-coördinaten van de percelen en de perceelsnummers. De documenten moeten ook thuis op het bedrijf worden bijgehouden, zijn op naam en worden bijgehouden tot 2033. Het steunbedrag dat hier wordt voorzien is dus maximaal €100 per hectare.
Hoe moeten die steungebonden of de perceelsgebonden pre-ecoregelingen nu worden aangevraagd in de verzamelaanvraag? Daarvoor is het scherm percelen belangrijk. Op het scherm percelen geeft u de nodige teeltcodes in en kan u daarnaast een bijkomende bestemming op het perceel zetten. Dat zijn bijkomende bestemmingen, dus hetzelfde kolom als diegene die u gebruikt voor het aangeven van vlinderbloemige of mechanische onkruidbestrijding. De bijkomende bestemmingen die hier worden voorzien is EKG voor inzaai van productief kruidrijk grasland, EEG voor ecologisch beheerd grasland, EET voor inzaai van milieu, klimaat en biodiversiteit vriendelijke teelten, dus de ecoteelten, en EPK voor precisielandbouw waar er plaatsspecifiek bekalkt is. Als u een van die codes gebruikt, dan zal u ook zien dat er dus een bolletje tevoorschijn komt op die pagina's waar u dus info of steun hebt aangevraagd. De gebruikte teeltcodes, ik heb ze daar pas al even getoond. Voor EKG is dat er eentje, kruidrijk grasland, de graslandcodes voor EEG en dan hebben ze daar pas even overlopen die drie groepen, de teeltcodes die hiervoor kunnen worden gebruikt en in faunagebied de zomergraan en faunamengsel. Voor het bekalken, daarvoor is een teeltcode, een specifieke teeltcode, speelt daar eigenlijk geen rol, omdat dat ook gebeurt op een blote akker of op grasland in het geval van blijmvlakland. Het scherm van de perceelsgebonden pre-ecoregelingen. De perceelsgebonden staan allemaal op één scherm samengevat. U vindt dus de vier maatregelen. U vindt daar meer informatie. Dus alle percelen waarvoor u een bijkomende bestemming hebt aangegeven, zijn hier terug te vinden. En ook de totale oppervlakte voor de betrokken maatregel staat hier achteraan. Wenst u meer te weten over de betrokken maatregel, dan kan u eigenlijk via de link gaan verder klikken om de subsidievoorwaarden te bekijken. En als u vooraan op het pijltje klikt, dan ziet u ook voor welke percelen de pre-ecoregeling is aangevraagd. Er is op dat scherm, dus staan die samen, het is een overzicht. Als er belangrijke opmerkingen zouden zijn omtrent die perceelsgebonden pre-ecoregelingen, dan zal u wel de opmerking, de blokkerende opmerking hier vinden, maar op dat tabblad zelf ziet u niet dat hier een rode figuurtje of een rood kruisje staat, omdat u deze belangrijke opmerkingen enkel kan oplossen door een bijkomende bestemming of de teelt te gaan aanpassen. Dan wil ik overstappen naar de bedrijfsgebonden pre-ecoregelingen. Onder precieze landbouw is daar ook een maatregel, namelijk degene waarbij dat je eigenlijk door precieze landbouw landbouwmachines gaat aansturen via de GPS, om dan een aantal zaken te doen. GPS-aansturing, we hebben ook een tweede mogelijkheid, dat is aansturing via RTK-GPS en dat is dan real-time kinematic, die is veel nauwkeuriger als de gewone GPS-aansturing. Wat is die GPS-aansturing nu? Dat is het toedienen van gewasbeschermingsmiddelen, inclusief de vloeibare kunstmeststoffen, en of korrelmeststoffen die breedwerpig worden aangebracht op een perceel, en dit voor alle handelingen op de hoofdteelt. Die precieze landbouw wordt uitgevoerd door een GPS-aansturing of een RTK-GPS-aansturing. Niet alleen moet die aanwezig zijn op de trekker, maar via de ISOBUS-aansluiting ook de landbouwmachines gaan besturen. Rijenbemesting nemen wij dit jaar niet mee, worden niet in rekening gebracht om te gaan voldoen aan die voorwaarden voor het aanvragen van de steun van aansturing via GPS. Wij gaan wel bekijken of die rijbemesting, die inderdaad ook wel heel goed is, of we voor die rijbemesting naar volgend jaar toe wel daar kunnen meenemen om in de onder de eco-regeling. Waarom konden we die pre-eco-regeling nu aanmelden? De bedoeling is, voor het automatisch aansturen van die landbouwmachines, dat we eigenlijk overlap gaan vermijden bij het toedienen van gewasbeschermingsmiddelen of korrelmeststoffen.
waardoor dat we eigenlijk een besparing hebben van die sproei- en meststoffen, er een lagere milieu- en klimaatimpact is en er minder kans is op menselijke fouten. Subsidievoorwaarden is daar wel dat je dit moet uitvoeren op minstens 80% van het areaal dat in aanmerking komt voor die GPS-toepassing. Dat areaal subsidiabele hoofdteelten wordt daar berekend, maar er zijn een aantal teelten of combinaties die zorgen dat die eigenlijk uit het areaal gehaald worden. Dus daar kan dan geen steun voor gekregen worden, maar die wordt dan ook niet meegeteld in die 80% die moet worden nageleefd. Wat wordt daar uitgesloten is alle areaal op percelen waar een BLM-beheerovereenkomst geldt, waar meerjarige fruitteelten aanwezig zijn, omdat die techniek van die GPS-aansturing nog niet helemaal op punt staat. Dus fruitteeltbedrijven, daarvoor kunnen ze geen steun krijgen, maar worden ook uitgesloten uit de 80%, zodanig dat ze op een andere perceel wel die steun kunnen aanvragen. Ook teelten onder permanente overkapping of in serres worden uitgesloten. Voor bioteelers wordt grasland en meerjarige voedergewassen uitgesloten. Maar dus wel voor de eenjarige teelten kan die hier wel gecombineerd worden, zowel met bio- als precisielandbouwsteun. En percelen met een maatregel die niet combineerbaar is met precisielandbouw. Ik heb al gesproken over dat kruidrijk grasland of het ecologisch beheren van grasland waar geen meststoffen mogen aangebracht worden. Dan kan je ze ook niet aanbrengen via GPS. Dus ook die percelen worden op dat areaal wordt uitgesloten. En ook met bij bepaalde EAG-maatregelen, waarvoor ik graag verwijs naar de combinatietabellen op onze website. Nu, de landbouwer heeft de keuze wat dat hij gaat doen. Hij heeft keuze tussen twee toestellen. Hij heeft een spuittoestel voor gewasbeschermingsmiddelen en of hij kan kiezen voor het aansturen van breedwerpige strooier. Kiest hij voor de N-maatregel, dan moet hij zowel gewasbeschermingsmiddelen, inclusief die vloeibare kunstmeststoffen, gaan aanbrengen en ook de korrelmeststoffen aanbrengen op zijn areaal. En hij moet dat dus voor de beide voor 80% uitvoeren. Het kan wel zijn dat daar een verschil is, dus dat je eigenlijk meer gewasbeschermingsmiddelen gaat aanbrengen dan dat je eigenlijk korrelmeststoffen gaat toedienen. Maar beide technieken moeten dus 80% omvatten. Je hebt ook de mogelijkheid om te kiezen voor de of-maatregel, waarbij je dan eigenlijk kiest voor één toestel volledig. Dus dat je minstens 80% haalt met één spuittoestel of met de breedwerpige strooier. Maar je kan ook een combinatie maken van beide, afhankelijk van de teelten die je hebt op het bedrijf. Dus je kan bijvoorbeeld voor 40% van het areaal gaan bemesten enkel met voor gewasbeschermingsmiddelen en 45% van het areaal met korrelmeststoffen. In totaal komt u ook aan 80% en kan u ook nog steun krijgen voor de of-maatregel. Let op, alleen toepassen van vloeibare kunstmeststoffen is niet voldoende om te voldoen aan deze voorwaarden voor het spuittoestel. Vloeibare meststoffen worden ook aangebracht naar het spuittoestel, maar het is een onderdeel van de gewasbeschermingsmiddelen. Het is vooral de gewasbeschermingsmiddelen die moeten aangebracht worden om te kunnen voldoen aan de voorwaarden. Indien u op het bedrijf een GPS-gestuurde sproeier hebt, maar u beschikt niet over een aangestuurde breedwerpige strooier en u komt daardoor niet aan 80% om uw subsidiabel areaal te halen, dan zijn er verschillende mogelijkheden. Ik heb al gezegd dat pre-eco-regelingen niet verplicht zijn. U kan er dan voor kiezen om voor uw bedrijf niet deel te nemen aan deze maatregel. Of u kan er ook misschien voor kiezen om het resterende areaal voor de hoofddeel telkens te laten bemesten door een loonwerker. Of u kan misschien een strooier gaan huren bij een machinering of een lokale dealer, zodat alle behandelingen op het perceel dan worden uitgevoerd, waarbij dan u minstens komt aan 80%. Het toedienen van korrelmeststoffen, daarvoor is het wel verplicht om afkant te strooien. Dat gebeurt altijd, afkant strooien op grasland. Op akkerland is het verplicht om dit te doen voor het zaaien of het planten. De enige uitzondering van die verplicht afkant strooien is als u gebruik maakt van een pneumatische strooier.
Ook hier moet de landbouwer perceelsfiches bijhouden voor elke behandeling op die hoofdteelt. Hij geeft het GPS-type op, RTK of gewone GPS. Hij geeft op welk type GPS het is en hij geeft ook de uitvoerder aan. De machines moeten ter beschikking zijn bij controle. Dus, ook, dus ik heb het al een paar keer gezegd, de ISOBUS-aansluiting moet aanwezig zijn. De facturen van de loonwerker moeten op naam staan van de landbouwer. GPS-type en merk moet, van GPS moet worden opgegeven. Huurcontract kan ook op naam van de landbouwer als hij daar dan een aanstuurbare toestel huurt bij de machinering. Er moeten ook bewijsstukken worden geleverd voor de uitvoering dan. Moet ook kunnen worden voorgelegd op het moment dat er een controle is. Daarvoor kunnen dus die, ook die hier, die as-applied-kaarten, worden gebruikt voor de toediening van die gewasbeschermingsmiddelen, vloeibare kunstmeststoffen of korrelmeststoffen. Maar ook hier kunnen dus die geotagged-foto's kunnen worden gebruikt om dat te staven. Of de factuur van de loonwerker, waarop dan minstens de perceelsgegevens staan, XY-coördinaat of perceelsnummer. En ook eventueel de handeling, bijvoorbeeld als er afkant gestrooid is, moet dat ook duidelijk vermeld zijn op de factuur. De documenten ook hier moeten aangehouden worden tot 2033. Het steunbedrag voor deze maatregel is beperkt tot 100 hectare, dus er kan maximaal 100 hectare subsidiabele hoofdteelten per bedrijf worden uitbetaald. En die uitbetaling kan volgen als u voldaan hebt aan minstens 80% van het areaal. Als u die machines hebt, is het wel de bedoeling dat u bijna al uw percelen daar ook mee behandelt. Dus u moet niet op die minstens 80 gaan richten. Eigenlijk is het een bedrijfsmaatregel, dus overal. Maar als u op minstens 80% hebt, dan komt u in aanmerking voor de steun. Maar deze steun zal wel worden uitbetaald voor het 100% subsidiabel areaal waarvoor u die aansturing GPS zou kunnen doen. Er zijn verschillende bedragen afhankelijk van welk type GPS u gebruikt. Dus de RTK-GPS, daar zal u iets hogere bedragen ontvangen als bij de gewone GPS. En dan daarnaast is er nog een degressieve vergoeding op het bedrijf. Het hoogste bedrag wordt gegeven voor de eerste 10 hectare. Dan volgt er een iets lager bedrag voor de volgende 10 hectare. En vanaf 20 hectare is er nog een kleine toedracht voor die oppervlakte tot aan 100 hectare. Er is ook nog een verschil tussen de en- of de of-toepassing, dus als u 80% met de beide technieken of 80% haalt met de of-toepassing. Een voorbeeldje van het bedrijf. Ik heb een bedrijf genomen van 55 hectare in totale oppervlakte. U laat een deel bewerken door de loonwerker en hij gebruikt daarvoor een RTK-GPS die gewasbeschermingsmiddelen gaat aanbrengen op de velden. Daarnaast beschikt uw trekker ook over een eigen GPS-aansturing, is geen RTK, en u hebt ook een breedwerpige korrelmeststofstrooier ter beschikking. In dit geval kan u enkel kiezen voor de steun die de laagste is. Dus als er een combinatie is van RTK en gewone GPS, kan enkel de steun aangevraagd worden voor de gewone GPS-aansturing. Het maïsperceel, de maïsareaal bedraagt 20 hectare. Op grasland is er blijvend grasland en tijdelijk grasland, 15 hectare. Maar u hebt ook nog graslanden waarop u de maatregel ecologisch beheerd grasland aanvraagt. En u hebt ook nog op een aantal percelen een beheerovereenkomst lopen op grasland. En daarnaast is er 10 hectare winterherst op uw bedrijf. Grasland, EEG en BO vallen weg uit subsidiabel areaal precisie, omdat daar geen gewasbeschermingsmiddelen of korrelmeststoffen kunnen aangebracht worden. Dus die wordt uit de 100% die u moet naleven voor aansturing met GPS, worden die daaruit gehaald. Uiteindelijk komen we dus aan voor de 100% aan 45 hectare. En moet u minimaal 36 hectare gaan behandelen. U kiest een toepassing, namelijk het gewasbeschermingsmiddelen op die 18 hectare van de 20 hectare pas je dat toe bij de maïs. Op 10 hectare van uw grasland, want al uw grasland heeft het niet nodig om te worden bemest. Op 10 hectare van de 15 voert u korrelmeststoffen op. En op de 10 hectare van de wintergerst wordt er dan eigenlijk zowel gewasbeschermingsmiddelen als kunstmeststoffen toegediend.
Welke steun krijgt u daar nu voor? Er zal enkel maar kunnen steun gevraagd worden voor de of-maatregel, want in totaal hebt u hier wel 38, dus u komt wel aan de 80%, maar u hebt maar 10, allez, u hebt maar een heel klein deel eigenlijk van het geheel, of u komt niet aan de 80% voor gewasbeschermingsmiddelen of de korrelmeststoffen apart. Dat betekent dat er steun wordt gevraagd voor de of-maatregel. En een gewone GPS. Dat betekent dat voor de eerste 10 hectare dus €60 kan worden toegekend. Voor de volgende 10 hectare kan €35 worden toegekend. En u hebt wel de toepassing gedaan op totaal 38 hectare. Maar de volledige 45 hectare kunnen worden uitbetaald. Vandaar dat er ook nog 25 hectare kunnen betaald worden aan €7 per hectare. Dus voor uw bedrijf zal u een bedrag krijgen van €1.125. Dan komen we aan de vijfde maatregel, verhogen van organisch koolstofgehalte op bouwland. Wat is dit? Dit is het effectief verhogen of het verhogen van effectieve organische koolstofgehalte op bouwland via het teeltplan. Waarom kunnen we die aanmelden? Het koolstofgehalte op een belangrijk deel van de Vlaamse bodems is momenteel suboptimaal tot zeer laag. En het is eigenlijk toch wel belangrijk om die opbouw en behoud van de organische stof in de bodem te gaan behouden en te gaan versterken. Een hoog gehalte aan organische stof betekent immers een beter bestand zijn tegen erosie, ook een betere waterhuishouding en de gronden zijn vruchtbaarder. Daarnaast zijn deze gronden ook beter gewapend tegen droogte of wateroverlast. Subsidievoorwaarden hier is dat het moet toegepast worden op areaal bouwland en dat geldt ook wel voor percelen die kleiner zijn dan 30 are. Via het teeltplan, dus dit is de hoofdteelt en de nateelt die in rekening worden gebracht, wordt er dus per hectare bouwland een bepaalde hoeveelheid EOC aangebracht. En dan wordt de subsidie pas toegekend voor het volledige bedrijf en wordt er op bedrijfsniveau eigenlijk een gemiddelde genomen van wat er toegepast is of aangebracht is op dat bouwland. Perceelsvoorwaarden hier zijn dat het bouwland moet zijn in het Vlaamse gewest. Perceel moet bouwland zijn geweest in 2021 en 2020. Percelen met een beheerovereenkomst of een andere niet combineerbare maatregel worden niet meegenomen in dit areaal bouwland en komen dus ook niet in aanmerking voor de steun. En daarvoor verwijs ik dan graag naar die combinatietabellen. En wintergraan aangegeven als nateelt telt wel niet mee in deze berekening, omdat die eigenlijk de hoofdteelt is van volgend jaar en die dan ook dit jaar niet kan meegeteld worden. Steunbedragen hier, het zijn maximale steunbedragen, worden toegekend voor het volledige bouwlandareaal van het bedrijf, dus als u aan een bepaald gemiddelde voldoet. Is dit gemiddelde voor het bedrijf 1350 kilogram koolstof per hectare, dan ontvangt u een bedrag van €40 per hectare. Komt uw bedrijf aan gemiddeld 1500 koolstof per hectare, dan zal voor het volledige bouwlandareaal €100 per hectare worden uitbetaald. Hoe kan je nu gaan inschatten of dat bouwland, of dat je subsidie kan aanvragen? Je kan al een eerste inschatting maken aan de hand van tabellen die wij gepubliceerd hebben op onze website. En daar heb je indelingen van de teelten in verschillende klassen. Dus daar zie je ook welke teelten dan laag of hoog scoren. Op onze verzamelaanvraag 2022 hebben we ook een simulatie voor u, kunnen we een simulatie aanbieden. En dat is dan op basis van de aangegeven teelten onder de perceelsaangifte. We geven daar ook het gemiddelde weer. En als u ziet dat u die drempel absoluut niet zal halen, dan heeft het ook geen zin om die premie aan te vragen. Per perceel zal er ook een indicatie gegeven worden of er dat perceel een hoge score, een gemiddelde of een zeer hoge score, bijvoorbeeld de toedracht van die koolstof, zal meebrengen. Dan hebben we nog een laatste maatregel, voedermanagement voor melkvee.
Dat is een van de dingen dat ik zei, van hou zeker de website en de fiches in het oog. Deze namiddag zit de Vlaamse regering samen en daar zal het ervan afhangen of er een definitieve goedkeuring komt voor deze maatregel. Als er een definitieve goedkeuring is, dan zullen wij die communicatie ook zeer snel opstarten in maart. Als die goedgekeurd wordt, zal er ook vanaf 18 maart een mogelijkheid zijn om deze maatregel ook in de verzamelaanvraag aan te geven. Dus daarvoor voorzien wij al dus een onderhoudsmoment, dus een nieuwe deploy. En die maatregel zal gebaseerd zijn op maatregelen die ook in het convenant enterische emissies rundvee eigenlijk al aanwezig waren. Dus maar uitvoerige communicatie de komende weken, zeker in de pers, en dan ook ter beschikking gesteld worden via het ILO-pad. Hoe moeten de bedrijfsgebonden pre-eco-regelingen nu worden aangevraagd in de verzamelaanvraag? Daarvoor hebben we dus aparte tabbladen aangemaakt, subpagina's. Er is dus een apart scherm voor het aangeven van die precisielandbouw. Dat zijn dynamische pagina's. In eerste instantie staat het vinkje niet aangekruist en zal u ook enkel maar de eerste alinea zichtbaar krijgen. Op het moment dat u het vinkje aanvinkt, komen er daaronder eigenlijk een aantal tabs bij, waarbij u dus moet aangeven welk GPS-type u gebruikt en u of voor de en of techniek of maatregel gaat gaan inschrijven. En daaronder ziet u welk subsidiabel areaal u zal moeten gaan, dus de percelen waarop u dat zal moeten gaan toepassen. Daar is zowel de totale oppervlakte, dus die 100% waarop het eigenlijk moet worden toegepast, als die minstens 80% waar u zeker moet voldoen om de steun te gaan krijgen. Aanpassingen zelf in deze tabel hier kan niet, maar daarvoor moet u dan eigenlijk aanpassingen gaan doen op de percelentab. Voor verhogen van ecologie, voor het verhogen van het koolstofgehalte op bouwland is er ook een apart scherm voorzien. Ook hier is dat dynamisch. Dus eerst ziet u enkel maar een eerste blokje. En als u de steun toch aanvraagt, kan u een berekening zien voor uw bedrijf. Dus afhankelijk van de teelten en nateelten die u hebt aangegeven voor de percelen, kan u daar eigenlijk zien wat het gemiddelde is voor het bedrijf. En of u dat nu dus voldoende heeft. Ook hier worden de percelen getoond die in aanmerking komen voor die berekening. Maar ook hier kan u dus geen aanpassingen doen. En moet u eigenlijk terugkeren naar de percelentab of naar perceeldetail om die aanpassingen te doen. Dus ook hier voor de percelen zal u hier dan zien wat de EOC-score is op het perceel. Voor de consulenten die onder ons aanwezig zijn, daarvoor is het zo dat zij onder het zoekscherm, onder de uitgebreide zoekvelden, eigenlijk via de opmerking dossier, eigenlijk zullen kunnen gaan opzoeken welke landbouwers er een van deze pre-eco-regelingen hebben aangevraagd. Dus u geeft een van de volgende codes in en dan zullen de dossiers tevoorschijn komen. En dan wil ik nog even aanhalen dat subsidies kunnen gecombineerd worden met pre-eco-regelingen. En daarvoor zijn dus die combinatietabellen aangemaakt. Ik ga ze niet allemaal overlopen, ze zijn terug te vinden op de website. Maar bijvoorbeeld een ecologisch beheerd grasland die niet kan bemest worden, is het ook logisch dat daarvoor dan ook niet de steun kan aangevraagd worden voor de precisielandbouw. En bijvoorbeeld, dus hier kan je wel gaan combineren, dus EKG kan wel voor bekalking en voor opbouw van koolstof. Er zijn ook combinaties mogelijk met agromilieumaatregelen, met de VLM-beheerovereenkomsten en andere EAG-aangiftes. Voor de agromilieumaatregelen is het logisch, bijvoorbeeld als u een vlinderbloemen geteeld hebt, dat u dan niet de steun kan aanvragen, want dat zou dubbele financiering zijn, voor iets waar ook al heel veel eiwitten aanwezig zijn, of hier specifiek voor de eiwitteelten. Dus die combinatie kan niet worden gemaakt. Voor beheerovereenkomsten algemeen worden die uitgesloten voor combinatie met pre-eco-regelingen. Enkel voor de beheerovereenkomst water is dat wel bijna overal mogelijk, behalve voor het aanbrengen van organische koolstof op bouwland. Ook combinaties met EAG is dus soms mogelijk,
Dus ik heb daar pas ook gezegd, dat geeft is, dat kan ook gecombineerd worden als er dan een nadeel is voor EAG-vergroening en een apart mengsel dan wordt ingezet. Combinaties zijn mogelijk, maar dat betekent niet altijd dat je het volledige bedrag zal krijgen. Dus in sommige gevallen zal er ook aftopping worden voorzien. Binnen de pre-eco-regelingen is die aftopping voorzien tot een plafond van 900 euro per hectare voor meerjarige teelten. We hebben 600 euro per hectare voor eenjarige teelten en 450 euro per hectare voor onder andere de graslanden. Er is eventueel ook aftopping voorzien als je combineert met agromilieumaatregelen. Die kunnen gecombineerd worden. Combineert u echter met bio, in dat geval zal er geen aftopping plaatsvinden. Dus hier, deze aftoppingregels gelden voor de pre-eco-regelingen, omdat er eigenlijk nog over de toekomstige eco-regelingen, dat we dat nog niet weten, dat we ook nog zeker nog niet bekeken hebben. Voorbeelden hier is dat bijvoorbeeld dus voor als je een bio combineert met een vlinderbloemige, dat je daar eigenlijk kunt combineren tot 860, ook al gaat het eigenlijk om een eenjarige teelt, maar bio wordt niet verder afgetopt. Combinatie van twee pre-eco-regelingen, 600 en 100 euro per hectare, kan wel, is een eenjarige teelt, maar zal in dit geval ook wel worden afgetopt op 600 euro per hectare. Hetzelfde geldt ook voor de andere voorbeelden, dus met graslanden. Hier wordt er eigenlijk niet afgetopt, omdat je eigenlijk juist op de grens valt van die 450 euro per hectare. En als je met bio combineert, ook al heb je dan twee andere pre-eco-regelingen die ingesteld zijn, dan wordt er ook geen aftopping voorzien. Heel veel informatie, soms misschien niet meer goed, allez, dat je goed weet wat het allemaal inhoudt. Ik heb geprobeerd om een samenvattende tabel te maken van die pre-eco-regelingen en eigenlijk een beetje de belangrijkste zaken daarin op te nemen. Ik kan natuurlijk niet in zo'n samenvattende tabel op één slide alles opnemen. Het zijn de belangrijkste zaken die ik heb opgenomen. Dus ik kan eigenlijk voor een aantal maatregelen kiezen voor een perceel. Soms bepaalt het teeltplan en de bedrijfskeuze of u een GPS ter beschikking hebt of dat u kan deelnemen aan een bepaalde maatregel. Welk areaal komt daarvoor in aanmerking? Is daar een minimum oppervlakte voorzien? Eventueel moet gelegen zijn in beheergebied akkervogel, die dan eigenlijk voor die zomergranen en faunamengsels kunnen aangegeven worden. Het areaal wordt soms aangepast afhankelijk van wat er mogelijk is op die zaken. Hier moet er bijvoorbeeld een bodemscan worden uitgevoerd. Vervolgens heb ik gekeken met welke teelten kan je dat gaan combineren. We hebben ze even overlopen, hier een beetje de samenvatting. En ik heb ook hier extra voorwaarden opgenomen. Dus de belangrijkste voorwaarden staan dan hier dan weergegeven wat dat er moet gebeuren om die steun te kunnen gaan krijgen. Ik heb ook de zaken opgenomen met wat je niet kan combineren. Bijvoorbeeld had ik hier wel gezegd, alle teelten komen in principe in aanmerking, maar er zijn wel een aantal teelten die we eigenlijk uit het areaal hebben gehaald, omdat die niet combineerbaar zijn. En voor EAG wil ik verwijzen naar de combinatietabel op de website, omdat het niet meer overzichtelijk genoeg was om dat hier op te nemen. En tenslotte heb ik ook nog over gewasbeschermingsmiddelen en bemesting opgenomen of dat er bepaalde voorwaarden gelden op het perceel of of er voorwaarden zijn om een maatregel te gaan kunnen gebruiken. De slides krijgen jullie ook ter beschikking nadien. Dus bekijk dat dan later eens op uw gemak als je de slides ter beschikking hebt. Heel veel informatie. We proberen zo actueel mogelijk te blijven. Er staat ook een QR-code op de papieren verzamelaanvraag voorgedrukt. Die QR-code blijft de hele campagne actief. Verwijst naar onze pagina pre-eco-regelingen. En daar kan je dus eigenlijk altijd de laatste informatie vinden en ook de veelgestelde vragen. En tenslotte wil ik nog heel kort iets zeggen. Als er een probleem zou zijn, onze infolijn is nog altijd ter beschikking dit jaar. Misschien is het goed om de onderhoudsmomenten al in uw agenda op te nemen.
Als u juist die dag plant om uw verzamelaanvraag te gaan indienen, ons e-loket zal op dat moment niet ter beschikking zijn. Dus ook voor de consulenten laat op dat moment misschien dan ook de klanten niet langskomen. Ligt het e-loket toch misschien onvoorzien uit, dan zal die onbeschikbaarheid worden gemeld op ons e-loket, op de portaalpagina. Wij zijn sinds dit jaar overgeschakeld van de federale dienst naar een Vlaamse dienst voor het aanmelden, dus de ITSMI en zo verder, zitten wij nu via een ACM-aansluiting sinds begin van dit jaar. Mocht er dus een probleem zijn bij het aanmelden zelf, dan vragen wij contact op te nemen met nummer 1700. En Nederlanders die willen aansluiten op het e-loket bij ons, daar zijn een aantal opties. Ze kunnen een volmacht vragen voor iemand, bij iemand die hier bij ons wel op het e-loket kan. Zij kunnen nieuw aanmelden via een e-IDES. E-IDES, sinds vorig jaar, september vorig jaar. En meer informatie over dat aanmelden vinden ze ook op de helppagina terug. Nu, om onze infolijn zelf te gaan bereiken, geen wijzigingen ten opzichte van voorgaande jaren. U klikt gewoon op hulp nodig en dan onder mail ons of bel ons vindt u meer informatie. Waar dat ook al een aantal gegevens staan voorgedrukt die je zeker nodig hebt. Of dat je vertrekt van een bepaalde pagina waar een probleem is. Die komt dan bij ons terecht en nemen wij dan zo snel mogelijk net verder op. En daarmee kom ik eigenlijk aan het einde van deze webinar.